van Engeland. Maar het zou zich nu even goed hier in ons eigen dorp kunnen afspelen. Het is een verhaal van alle tijden en plaatsen. Ebenezer Scrooge was een rijke maar ontzettende gierige makelaar. Hij was er altijd op uit om meer geld te verdienen. En het liefst op anderen hun rug. Zijn compagnon Mali, die al even gierig en inhalig was, was enkele jaren geleden gestorven. Daardoor was Scrooge nog rijker geworden, want hij was de ene erfgenaam van Mali. Scrooge was hard, zijn hart leek wel een ijsklomp. Hij voelde met niemand mee en kerstdag, dat was voor hem ook tijdverlies. Onzin luie en apenkool, het liefst spotte hij ermee, maar dat zou hem zuur opbreken. Je zou niet terug in zijn schoenen staan, want wat hem nog te wachten staat, dat zou je echt niet meemaken. Kijk zelf maar, daar komt hij net uit de beurs, waardoor zijn geslepenheid weer enkele armen zijn bijgekomen. Heerlijk, weer wat geld bijverdiend. Die stomkoppen snappen er niks van. Ik heb ze weer goed bij de neus genomen. Het klinkt dat geld toch heerlijk in mijn oren. En alles voor de podcast, Ede. Mijn kindjes hebben honger, ze kunnen vast wel iets missen. Je schuld op de avond van kerst. Geld! Zijn er dan geen arme huizen meer? En daarbij is het allemaal blauw aan belastingen. Geld werken, leugen.
helemaal vergoed. Nee, meneer, voor die extra pas die mijn vrouw was. Nu ja, 20 of 21 bent, het is nog steeds een beeld voor dat luxe baantje van je. Waarom wou je dat elk jaar nog vragen? U weet toch wel.
zielig en ik voel me helemaal niet eenzaam. Hoor je me? Onder wie? Hoor je me? Maar hier wel, niet this is
buitige dat Londen een vrolijk en vergeven mens bij kreeg. De kleine Tim groeide op tot een grote gezonde kerel en Ebenezer Scrooge werd 96 jaar oud. En toen hij stierf, was het laatste kort op het kerkhof voor alle mensen die hem nog eens wilden groeten. En vergeet niet op deze dagen van kerst dat dit verhaal zich evengoed vandaag in ons dorp of in het mooiste stad Brugge had kunnen afspelen. Vrolijk kerst!